Goedemorgen. Het is vandaag woensdag en we zitten in het huisje nog. We beginnen de dag met een ratslag. Zo, goedemorgen. Ik ben ook wakker. Ik heb echt heerlijk geslapen hier. Echt heerlijk. Het is 8 uur nu. Ik ga eventjes beginnen met een papje maken. De laatste dagen ben ik echt helemaal gek op pap. Het zal bij de zwangerschap horen. Normaal dan drink ik altijd een havermout shake in de ochtend. Maar ja, de laatste tijd vind ik het gewoon lekkerder om iets lekker vastigs te eten. Mm. Kijk nou hoe die Tessa al zit. Kijk hoe hij ligt. Kijk dan. Kijk. Hier lekker ding. Lekker plekje bij jullie hoor. Zo, lekker leesplekje. Zo. Lekker een hoekje erbij. This is the perfect morning. Zeker. Koffietje. Oh, heerlijk. Hoi. Hey. Lekker daar. Hey. In de hut. Ja, het is wel gezellig hier hoor. Maar ik slaap ergens anders. Hey, that's shit. Thank you. Moeten afbouwen, mam. Klein beetje spek. Het moet op. Dat is waar. Lach er nog. Maar ik heb geen spek, maar wel ei. Heerlijk. Heerlijk. Het voelt zeker als vakantie hier. We hebben gewoon een dagje vakantie even. Echt, hè? Heerlijk. We gaan zo lekker naar buiten. Tadaa, buikupdate. Wow, Jel is ook zwanger. Niet. We krijgen een kleindochter of kleinzoon. Zo, we gaan naar de Maarseveense plassen. We gaan lekker een stukje fietsen. Dat huis. Ja, dit vind ik wel mooi. Lekker open. Ik vond het dak mooi. Ik denk dat het van binnen ook heel mooi is door al dat glas. Lekker een beetje rondkijken naar huizen is soms wel echt leuk. Oh jongens, wat een weertje. Dat hebben wij weer. Het is vervelend. Oh. Dat is een beetje te klein. Hij vindt het leuk. Vind je het leuk, Dex? Doeg! Zwommen. Wat knap. Is toch niet normaal dit? Zo, ik ga even wat eten fabriceren. Bart. En ik weet nog niet met wat, want ik weet eigenlijk niet zo goed wat we allemaal hebben nog hier. Jola is lekker aan het spelen in de kamertje hiernaast, dus ik kan mooi even eten maken. Hi, ik ben Jola, dat kennen jullie wel. Dit is, hoe heet jij ook alweer? Quinty. En jij bent? Tayo. Hoi. Ik heb dit gevonden. En ik heb
Karo's gevonden. Anders kunnen we niet meer skiën. En... Huh? Ja. Deze hebben we nog. Ja, ik wilde iets van brouwen. Half uurtje, Jolanda, heb ik wat we zijn. Gaan we eten. Nee, dat kan maar niet. Is het jouw of klein? Maar wat is dat hier? Kinderen! Oh ja, we krijgen er nog één bij. Ja, schat, ik heb hier eigenlijk alleen maar een saladetje, avocado's en nog meer quinoa. Die is nou geen safe. Dus ik dacht het wel even te kunnen fixen met een koffiefilter. En ik zeg, schat, dat werkt voor geen meter. Het drupt veel te langzaam, maar het drupt dus helemaal niet. Nee, zo werkt het. Oh ja, perfect. Hier, 6, 7, 8. Oh, ik ben ook gewoon veel te moe hiervoor. Wat is een schat, ja, met zorg is wat ik het even doen allemaal. Foto maken, bedoel ik. Jo, dat viel net. Ja, even. Foto maken. Ja, ik heb de knop gerepareerd. Oh. Oh. Tijdelijk. Tijdelijk. Zo, Jola die zit lekker in bad. Is het lekker, Jol? Ja, kom dan. Nee, ik ben even aan het filmen. Ik ga niet filmen hoe je in bad zit. Hou ze even voor. Nou. Is het lekker? Ja. Ja, thuis hebben we geen bad, dus dat is wel echt heel lekker eventjes. En wij gaan even lekker televisie kijken en ik moet eigenlijk nog een beetje editen. En we gaan gewoon kijken wat er op de televisie is. Want normaal zou dat super saai zijn wanneer je ergens anders bent. Maar thuis kijken wij nooit tv, althans alleen maar Netflix. Dus het is wel eens grappig om te zien wat er is. Maar Bart is nog even aan het stoeien met de tv. Wow, even wennen hoor, met knopjes op de tv zelf. Ik moet heel even snel afsluiten, want Bart is niet zo lekker geworden. Geen idee wat er met hem aan de hand is. Ik moet jullie in ieder geval eventjes snel gedag zeggen. Dankjewel voor het kijken van vandaag en tot morgen!